Ik ben Adi Krooimans. Samen met mijn man heb ik dit bedrijf opgericht, Ouderlaarbeek. En sinds 2 jaar zitten we hier in Beek en Donk. Ja, we organiseren activiteiten voor groepen mensen. En dat is heel divers, van kinderfeestje tot bedrijfsuitje. We bieden aan eigenlijk een aantal blokken. Het klimgedeelte, de hoogteactiviteit. We doen een stuk GPS-tochtwandelingen. Het meest trots op ben ik dat de ideologie die erachter zit, die we hadden, om met groepen mensen, waarvan ook mensen met beperking mee kunnen doen, dat we dat hebben kunnen realiseren. En dat we nu een bedrijf hebben waar heel veel mensen terecht kunnen. Van kind tot volwassene, tot iemand met een handicap. Iedereen kan eigenlijk op zijn eigen niveau meedoen. Voor mensen met een beperking is het uniek in Nederland. We zijn de eerste in Nederland en samen met degene die het gebouwd heeft, hebben we een bepaalde constructie bedacht. Zodat mensen met een beperking ook naar 4 meter en naar 9 meter kunnen. Dus dat is wel erg gaaf om te zien als we dat doen. Ja, voor mij is het echt, het was mijn ideaal om het te gaan doen. Dus het was, en als ik het nou dan, elke keer als ik een groep heb waar bijvoorbeeld 1 persoon bij zit met een beperking, dan is het super om te zien hoe dat samen gaat en hoe die personen dat samen ervaren, dat ze samen dingen kunnen doen. En aan het einde van zo'n activiteit dan vragen vaak hoe het is gegaan en dan zie je ook gewoon heel het gezicht straalt, helemaal blij. En natuurlijk is dat maar een klein stukje van de activiteiten die we doen. Maar er zijn wel, voor mij, haal ik daar wel heel veel voldoening uit. We zijn pas op televisie geweest bij Puberruil en er was een meisje met een beperking die ruilde met een meisje zonder beperking. En daar hebben we een aantal aanvragen nu. Telefoontjes en mailtjes van binnen gekregen van eigenlijk bijvoorbeeld een meisje uit Dordrecht. Een meisje heeft zelf een handicap en dus ze belde op of ze ook met de groep hier mocht komen. Dus die gaan dan helemaal naar Brabant afreizen om activiteiten te doen. Dus dat is wel heel uniek. Dus daar willen we natuurlijk in de toekomst hopen we dat voor Zuid-Nederland dat er heel veel toch wel mensen en groepjes bij ons kunnen komen. Het unieke aan Ouderlaarbeek is dat we heel veel mensen een beleving meegeven, is een unieke ervaring op hoogte. En dat is voor iedereen verschillend. We hebben altijd challenge by choice, dus iedereen kiest zijn eigen uitdaging. En voor de ene staat op 4 meter, voor de andere op 9 meter. En dan samen dingen doen, dat is eigenlijk het unieke. Probeer je eigen idee toch door te zetten, dus sta je er echt achter, dan gaat het zeker lukken. Maar je moet het wel echt blijven doen en niet opgeven.